Goedemorgen. Heeft u even tijd om over het geloof te praten? Oh nee, dankjewel. Daar heb ik geen interesse in. Oké, geen probleem. Goedemorgen, we zijn van de Jehova's. Goedemorgen, heeft u even... Het wordt weer een schitterend rapportageformulier, Evie. Maar hey, volgende maand weer nieuwe kansen. Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje. Maar ik heb er vooral veel zin in. Ja, maak je vooral niet te druk. Zodra die dag is begonnen, dan is dat allemaal weg. En jij moet vooral genieten, want het is jouw dag. Ik ga vanmiddag met je mee. Sorry? Blijkbaar lukt het niet in je eentje, Evie. Mam, ben je serieus? Jiska, wil jij beginnen? Wij komen samen tot u, Jehovah. En dank u voor uw trouw en eeuwige liefde. U laat ons nooit los. Wij danken u dat Evie vandaag weer een jaar ouder mocht worden. Maar we willen u ook vragen om uw zegen voor de bruiloft overmorgen. Dat die dag in het teken mag staan van onze liefde. Voor elkaar en voor u. Hey, Eve. Hey. Je weet dat mam het niet zo bedoelt. We weten allebei dat je er anders in staat en sinds het gedoe met de doop heeft mam het gevoel je kwijt te raken. Ik snap het niet. En ik wil het ook gewoon niet. En ik weet niet hoe lang dit nog volhou. Volhouden? Hoe bedoel je? Ja, ik weet niet. Ik snap niet hoe jij dit allemaal doet. Heb jij dan nooit getwijfeld? Ik weet soms ook niet of ik het juiste kies of doe. Maar ik weet dat Jehovah ons altijd bijstaat. Ook jou. En Eve, gefeliciteerd. Het kan best wel eens gebeuren dat je slechte resultaten hebt, maar dit is al de zoveelste keer. Nu je 18 bent, mag het al een keer klaar zijn. Maak het ons en jezelf nou niet zo moeilijk, Evie. En steek die energie in wat echt belangrijk is. Evie, als jij zo wil blijven doen, prima. Maar denk maar niet dat je onder je verantwoordelijkheden uitkomt, dame. Jij gaat gewoon het goede nieuws verspreiden. Net als iedereen. En als je dat niet doet, dan weet je wat de consequenties zijn. Laat maar zien. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Wij delen wel bijbelteksten bij buurtbewoners. Zelf wonen we ook in de buurt. Met vandaag de tekst uit 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Oké, maar ik heb er niet zo'n behoefte aan. Oh, dat is geen probleem. Hier, op deze folder kunt u naar de site waar u voor al uw vragen terecht kunt. Hoi, dank u.
Goedemorgen, mevrouw. Wij brengen vandaag wat bijbelteksten bij onze buurtgenoot. Wij komen hier ook uit. De tekst van vandaag gaat over 2 Timotheus 3, 16 en 17. Evie? Evie? Hey, alles oké? Jawel. Zijt je onderweg ergens naartoe? Mag ik ook vragen waarheen? Ik ben aan het backpacken. Backpacken. En u heeft alleen een schoudertas bij. Als u nog een lift nodig heeft, ik ben onderweg richting het Hoge Noorden. Is dat de jouwe? Ja. Sinds kort. Maar als ik een stukje wil meerijden, is dat geen probleem. Alleen, ik weet nog steeds niet waar u naartoe moet. Waar jij naartoe gaat? Perfect. Ik kan u verzekeren dat mijn auto in ieder geval een stuk beter zit. Gaat u zitten, mevrouw... Evie. Mevrouw Evie, Koen. Aangenaam. Waar zijt je vertrokken? In je schoudertas? Ik wilde weg van huis. Zijt je weggelopen? Wat was er mis? Het is niet meer een thuis. Voor mij. Komt dat? Ik heb geen moeder meer. Oh. Sorry. Ik weet hoe dat is. Ik heb al jaren geen moeder meer. Toen mijn moeder 16 was... Ze was zwanger van mij en dat vond de familie natuurlijk niet geweldig en veel gedoe. Voordat ik het wist, was mijn vader ook weg. En toen stond mijn moeder er eigenlijk helemaal alleen voor. Toen is ze het verkeerde pad opgegaan. Drank, drugs. Dat is haar uiteindelijk ook fataal geworden. Oh. Maar wie heeft er dan voor je gezorgd? Ben. Mijn pleegpa. Natuurlijk had ik niks liever gewild dan mijn eigen ma, maar... Ben heeft mij een fantastische jeugd gegeven. Hij was er altijd voor mij. Tot een maand geleden dan. Is hij... overleden. Ja. Oh, sorry, wat erg voor je.
denk dat we elkaar wel de hand kunnen schudden. Al denk ik dat u maar een stuk jonger was dan Ben. Sorry, wat zei je? Ja, mijn pleegpa. Hij was al wat ouder. Ik maak voor hem deze reis. We zijn in een auto. Om zijn as uit te strooien. In het Hoge Noorden? Ja. Dat was een hele schone plek. En toen heeft hij mij leren vliegen. Je kunt wel wat slaap gebruiken, of niet? Waar gaan we naartoe? We zijn zo bij een B&B. We kwamen daar vaak. Het is vast geen probleem als je meekomt. Oh. Ik ga wel op een zetel. Die ligt perfect. Evie. Nu je zo ver van huis bent, gaat je dan niemand missen? Jawel. Mijn zus. Maar moet je dan niet juist in zo'n moeilijke periode samen zijn? Zo zonder een moeder? Ja. Als ik dat zou kunnen, had ik het meteen gedaan. Maar het is ingewikkeld. Ze leeft een ander leven. Een ander leven? Eef. Je hebt ooit wel eens van de Jehova's getuigen gehoord? Met zulke mensen ben ik opgegroeid. Maar nooit één van hun gevoeld. En dat is dus het ding. Mijn zus wel. Je kunt dan toch nog wel contact houden? Zo is dat niet bij ons. Als ik niks met het geloof wil, willen zij niks met mij. Wauw. Ze wordt gewoon compleet verstoten? Ja, voor hun besta ik niet meer. Voor mijn zus wel. Denk ik. Overmorgen gaat ze trouwen. En ik had er zo graag bij willen zijn. Maar het is nu lastig. Sabel. Evie? Ja? Wat is nu uw plan? Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik zie wel. In ieder geval niet op straat slapen was het plan. Dus thanks. Ben zei altijd, familie dat kun je kiezen. Wat bedoel je? Ah, wel. Familie is niet per se bloedverwant. Kijk maar naar mij en Ben, toch? Als je elkaar echt vertrouwt, helemaal jezelf kunt zijn, dat is wat familie betekent. Oh ja. Slaap lekker, Koen. Slaap wel, Evie van de Jehova's.
Goedemorgen. Ontbijtje op bed? Oh, dat ruikt echt super lekker. Ja? Oh, dit is wel even een momentje hoor. Ja, is dit zo speciaal? Best wel. Ik heb nog nooit ontbijt op bed gehad. Nog nooit ontbijt op bed gehad? Ook niet op uw verjaardag? Nee, wij vieren geen verjaardagen thuis. Dat mag niet. Geen verjaardagen? Echt niet? Nee, we vieren helemaal niks. Geen feestdagen. Zo, dat is heftig. Maar je weet wel wanneer je jarig bent, neem ik aan. Ja, dat wel. En wanneer? Gisteren. Of was het eergisteren? Nee, was gisteren. Evi, echt. Dat moeten we inhalen. En om te beginnen, een verjaardagsontbijtje. En een tip, confituur met croissant, dat is heerlijk. Echt. Dat ik nog nooit ontbijt op bed heb gehad, betekent niet dat ik nooit goed heb ontbeten. Maar thanks. Ja, ja, ik weet het. Ik weet wat we gaan doen. Wat weet je? Hoe we een verjaardag voor het eerst kunnen vieren. Maar hebben we daar nog wel tijd voor? Even hier maken we tijd voor, kom. Go, go, go. Kom, waar gaan we nou naartoe? Ik wil even wachten. Kom dan maar, jongen. Een gamehal. Eerste keer en gelijk met een prijs naar huis. Proficiat, hè? Dank je. Evi, kun jij niet wat snacks halen voor onderweg? Dan regel ik alvast auto en route. Deal. Deal. Hier heb ik het. Hallo? Ja, die is hier. Nou, wel, die doet boodschappen. Die komt zo terug. Maar wie zet jij? Weet je wie ik aan de telefoon heb? Waarom heb ik me meteen... Je overleden moeder! Overleden? Ik... Waarom? Sorry, mijn moeder bestaat nog wel, maar ze leeft niet meer Stop voor me. Stop met dat gezever! Oké, ik dacht dat wij elkaar alles vertelden. Koen, geef mijn telefoon terug. Waarom zou je erover liegen? Zo, ik heb niet gelogen. Het was gewoon een misverstand. Kom op, blijf omdat je nog een moeder hebt. Sorry. Nu weet je ook hoe het voelt om iemand te verliezen. Koen, laat het me uitleggen, alsjeblieft.
Evie! Een lift nodig? Evie. Sorry. Ik reageerde te snel, te heftig en... Maar ik dacht dat je niet eerlijk geweest was tegen mij. Ja, ik ben ook niet echt duidelijk geweest. Ik bedoel... Ik heb wel moeder, maar ook weer niet. En het is... Ik denk dat ik het begrijp, echt. Echt. En ja, dat spijt me echt heel erg van die urn. Ben verdient echt een waardig afscheid. Wacht. Dank u wel. Alsjeblieft. Hij is misschien niet zo mooi. Dankjewel, als... Dank je wel, Evie. Perfect, dankjewel. Kom. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop oprecht dat je gelukkig wordt. Hier en met hem. En ik hoop dat je weet dat ik jou niet kwijt wil. Als jij dat wilt. En ik weet dat ik dit niet wil. En misschien sla ik een andere weg in. Maar jou wil ik niet kwijt. Thank you.
society.